Dit was mijn grootste miskoop ooit. Denk op broek. Wat doe je er dan mee? Ik heb het daarna aan mijn broer gegeven. Nee, dat is niet. Ja, mijn broer, joh. Ja, maar hij moest me wel betalen voor, hoor. Dus ja. Vandaag heb ik weer een nieuwe gast in de zitzak en dat is... Brian Brobby. Brian, sinds 2010 zit je bij Ajax. Klopt. Weet je nog wat er gebeurde toen ze zeiden, nou, Ajax wil je graag hebben? Ik kreeg een brief in mijn brievenbus. Ja. Toen stond er eerst dat ik stage mocht lopen. En ik had het goed gedaan. Toen mocht ik in de F1 beginnen bij Ajax. Samen met Kenneth Taylor, Ryan Gravenberg. Ja, wel mooi. Wat betekent het voor jou om bij Ajax te mogen spelen? Heel veel. Ik speel al sinds klein. En ik, ook mijn vrienden zijn hier. Ik ben elke dag met ze. Ik zie ze ook altijd. Het zijn gewoon net mijn broers. Dus heel veel, ja. Maakt je niet goed, maar het is wel goed, hoor. Terwijl het hier echt keihard begint te regenen boven de hal. Ik ben blij dat we hier binnen zitten. Ja. Want dit is echt niet te doen. Hoofdbui, ik heb de eerste vraag voor je. Dit dier was ik geweest als ik een dier zou zijn geweest? Een beer. Ja, die is sterk toch. Groot en sterk. Ik vind het wel bij jou passen. Ja, hè? En jouw bijnaam is? Brobbies, ja. Wat vind je van die bijnaam? Ah, ik vind het wel een mooie bijnaam, hoor. Echt leuk, joh. Deze teamgenoot is sterker dan ik. Ja, ik denk niet, man. Alleen in de gym kan Isam wat gewichten pakken, maar... Oh, match. Ik denk dat ik hem wel aankan. Deze teamgenoot verslaat mij altijd met FIFA. Wow, ja. Geen FIFA meer. Maar ja, dan moet het wel kennen zijn. Hij speelt altijd FIFA. Als hij verliest, dan gaat hij ook huilen. Dus. Van wie heeft hij dan wel eens verloren? Van mij. Dit is mijn favoriete muziek. Vooral Nederlandse muziek. Zo lekker toch? Lekker in de vibe. Een beetje meeluisteren. Ja. Zing je mee? Tuurlijk, maar zachtjes in mijn hoofd, weet je toch? Niet iedereen hoeft het te horen. Dit was mijn grootste miskoop ooit. Denk op broek. Wat doe je er dan mee? Ik heb het daarna aan mijn broer gegeven. Nee, dat is niet. Ja, mijn broer, joh. Ja, maar hij moest me wel betalen voor, hè. Dus ja, hij moest me wel betalen. Anders, ja? Ja? Dan zei je eerst, wil jij een nieuwe broek? Ja, joh. Kan je hem even passen? Toen zei hij, ja, is goed. Toen zei ik, moet je wel betalen, ook niet. Ja. Dus eigenlijk heb jij mijn broek verkocht? Ja, klopt. Dus mocht het nou ooit misgaan met voetballen, kan jij gewoon in de winkel. Jij smeert gewoon iedereen anders aan. Eigenlijk wel, ja. Dit is mijn irritantste teamgenoot. Isam. Oh, match. Ja, ik zit naast hem. Ja, een beetje naast hem en hij praat soms gewoon echt veel te veel. Dus ja, maar ik hou wel van hem. Deze teamgenoot krijgt de meeste DM's. Ik denk Liam van Gelder. Dat is een hele mooie jongen toch, dus... Dat is waar. Dat is waar. Krijg jij veel DM's? Ja, wel veel. Bijvoorbeeld als je na een wedstrijd scoort, krijg je heel veel DM's van fans. Lees je het allemaal? Ja, ik lees het wel, maar ik reageer er niet op. Het is wel echt veel, daarom. Hoe zagrijnig ben je eigenlijk als je niet scoort? Nou ja. Eerlijk? Ja, dan ben ik niet blij. Dan praat ik eventjes niet. Maar wat is eventjes dan? Nou, denk gewoon de hele dag niet. Ja. En volgende dag praat ik alweer verder met ze. Dit is mijn doel dit seizoen. Belangrijk zijn voor het team kampioen worden met Jong. Ja, ik hoop op het debuut. Dus ik mijn best blijf doen. We zijn aangekomen bij het zitzakwerpen. ...12,30 meter. Oeh, bijna, kerel. Je gooit hem wel uit stand. Ja. Zonder aanloop. Zonder aanloop ook. 12,30 meter, Brian. Dankjewel, jongen. Alsjeblieft. Heel veel succes dit seizoen. Dankjewel. Kampioen worden met Jong Ajax. Ik hoop het. Dankjewel, hè. Yes. Inside Ajax. Iedere vrijdagavond op Ziggo Sport. Gratis voor Ziggo klanten.